Almantori, dat op Radio SRS Suriname. Wij voeren u terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attend dat bij Suti Falk. Tentegi, bal bij Wasi Apistendati. Ouro Balmantori. Was donkie de Ouro Balmantori naar de Sanland Legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wienerschaal. Maar ook toe Benny Kianci, Clyde McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetbal legends. Zou ook ons donkie de Ouro Tori kombaka. Nostalgie van zo heb je me niet. Ouro Balmantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Ouro Balmantori, zonder bakana, ja, tap SRS. Ik heb niet de lezure in mijn zakken. Een Surinaam vrouw de respect. Goed ego. Je kan me connecten. Wie is bij mij goed. De lezure keep in ons in touch. Yes, Shasanya. Als we zo gaan samen in Italië. Die pikken en ge. Suribet na Italië. Oké, okay, van harte goedemiddag. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Ouro Balmantori. Middag. Middag mensen, we zijn er weer. En vandaag gaan we ook een beetje praten. En Uno Tak specifiek over de Ouro Balmantori. Maar we hebben vandaag het programma een beetje anders ingericht. In die zin dat we wel gaan praten over voetbal. Maar dan wat actueels en wat zeer belangrijk is. Super belangrijk om dus ook het actuele vandaag wat anders te doen. We hebben wel twee Ouro Balmans in de studio. Die we beide al gehad hebben trouwens in het programma Ouro Balmantori. Maar we gaan vandaag praten over het heden. En een hoogtepunt of twee hoogtepunten. Want het zijn twee finale wedstrijden. Die aankomen. Ik heb het dan over Robin Hood. Robin Hood staat aan de vooravond van een heel belangrijk moment. Het spelen van de finale wat betreft de Caribbean Cup. En ik heb het technisch duo, trainer Roberto Geudeken en assistent Johan Forswijk vandaag in de studio bij Ouro Balmantori. In berekening dat we play to play, one player play in het stadion hier thuis en het player play naar Jamaica. Dus we hebben natuurlijk alles dat binnen onze invloedssfeer ligt in handen om uit te buiten, om in elk geval die horde die we hier moeten nemen in ons voordeel en zoveel als mogelijk voordelig natuurlijk af te maken om dan vervolgens in die tweede wedstrijd zaken te doen. En dan hebben we natuurlijk weer zo'n heuse highlight als het is dat Robin Hood dan kampioen wordt van dit toernooi. Trainer Geudeken en Forswijk, goedemiddag, welkom. Hey, goedemiddag. Spannend, spannende tijden, spannende dagen? Of zegt u van, hey, it is just the usual, we are used to it? Nee, sowieso spannende dagen, zware dagen. Je probeert je zo goed als mogelijk voor te bereiden voor de twee belangrijke wedstrijden. En we hebben er allemaal zin in, ja. Ja, telefoons week? Dat wat als trainer Alberto zei, zijn twee wedstrijden die we moeten afwerken. Belangrijk voor het Surinaams voetbal en vooral ook voor Robin Hood. Dus we kunnen zoveel als beter moeten voorbereiden op beide wedstrijden. Tenminste, een van de wedstrijden en de andere dag wel zorgen dat we de kampioen binnenhalen. Mm-hmm. Dit toernooi overal, hoe blikt u trainer Geudeken tot nog toe terug op de gespeelde wedstrijden en het niveau? Je ziet dat het niveau steeds hoger en hoger komt te staan. Dat hadden wij ook verwacht. Elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich. Je begint aan X, maar je weet niet waar je eindigt. Kijk, wij zijn een amateurclub en in deze fase, in dit toernooi, speel je tegen profclubs. Mm-hmm. En je weet sowieso dat hun organisatie veel en veel beter is dan de onze, toch? Je bereidt je voor trouwens. En stap voor stap krijg je het vertrouwen in wat je doet. En dat is heel erg belangrijk. En dat hebben we ook gemerkt. Hoe hoger je komt, hoe meer verantwoordelijkheden je op je gaat moeten nemen. Maar ook hoger je komt, is het niveau ook veel en veel hoger. En dat merken wij ook. En dat verwachten we ook bij deze twee wedstrijden. Deelt u die mening terug, trainer Forswijk? Ja, zeer zeker. Omdat te maken hebben met prof en die prof zijn veel hoger. Mm-hmm. En die mannen maken meer trainingsuren. Dus we proberen ons aan te passen aan wat de mannen doen. Heeft u de tegenstander kunnen bestuderen?
Cavalier? Ja, we hebben momenteel door middel van videobeelden toch de tegenstander kunnen analyseren. En we weten om en bij wat hun sterke en minder sterke punten zijn. Maar in ieder geval, wat belangrijk is, dat het een heel sterk team is. Goed moment voor Robert, voor Robin Hood om te meten, te weten waar Robin Hood staat met ons spel, wat de kracht van Robin Hood is als we tegen deze tegenstander uitkomen, ja, om dan verder te gaan. Wat voor ploeg is dat, Cavaliers? De Cavaliers is een ploeg dat heel veel voetbalvermogen in zich heeft, maar ook heel veel snelheid, kracht, toch? Het spel op een bepaald niveau, een bepaald tempo speelt. En is een team dat heel goed op elkaar, de spelers zijn heel goed op elkaar afgestemd. Wat de voetbalhandelingen betreft, met bal en zonder bal. En je ziet dat het toch wel een team met heel veel jonge spelers zijn, maar spelers die echt potentie hebben om zich verder te ontwikkelen. Ten Forswijk, valt het op dat deze ploeg ook een behoorlijk scorend vermogen heeft? Dat hebben ze ook bewezen de laatste wedstrijd die ze gespeeld hebben. Een aantal doelpunten gescoord. Dus moeten we ons voorbereiden om dat ons niet te overkomen. Mm-hmm. We hebben gezien dat ze toch wel een van de spelers toch wel momenteel de topscorer is in de competitie. Mm-hmm. En dat betekent dat ze toch wel behoorlijk kunnen scoren. Ja. Fysiek, hoe staan ze ervoor? Fysiek heel sterk, wat Roberto zei. Snelheid, kracht. We moeten ons jongens daar voorbereiden. Of toch wel twee goede wedstrijden te spelen tegen de Jamaicanen. We hebben gespeeld tegen Harborview, was ook een ploeg uit Jamaica. Nu een andere Jamaicaanse tegenstander. Is het u opgevallen misschien dat de ploegen uit Jamaica wat betreft dit toernooi het niet onverdienstelijk doen? Trouwens, als Cavalier in de finale staat en Harborview heeft kunnen winnen van Robin Hood in een eerdere fase, geeft het toch wel aan dat de ploegen best wel wat in zich hebben. In ieder geval ben ik blij dat we eerder tegen twee ploegen uit Jamaica zijn uitgekomen. Dat is Donbeholden. Ja, en de tweede wedstrijd was tegen Harborview. De eerste wedstrijd wonnen we. Het was ook zo een enerverende wedstrijd. In dit toernooi zijn we ook tegen ploegen uit de Dominicaanse Republiek uitgekomen. En daar zie je het verschil al tussen Jamaica en de Dominicaanse Republiek. En wij vinden sowieso dat de Jamaicanen toch wel op een veel hoger niveau spelen, voetballen. En dat is ook gebleken. Nu is het weer de kans of de gelegenheid voor Robin Hood om tegen een Jamaicaanse club uit te komen. Mm-hmm. En dan zullen we dan weer zien waar we nu staan. Ja. Is het een voordeel voor de ploegen uit Jamaica dat hun competitie, als ik het goed heb, gewoon loopt en ze dus zijn blijven spelen? Het kan beide kanten op. Is de manier waaraan ze gewend zijn. Inderdaad, heeft u gelijk dat ze momenteel reeds gestart zijn met de competitie. En als we kijken, heb ik gezien dat Cavalier om de 3 dagen een wedstrijd afwerkt. Mm-hmm. En dan, dat kan in het voorbeeld zijn, we denken aan het wedstrijdritme die zo'n ploeg heeft. Komt goed te pas. Dat is heel erg belangrijk om wedstrijdritme te hebben in de benen. Dus dat komt goed te pas bij hun. Maar aan de andere kant denk je ook aan een stukje vermoeidheid dan, dat eventueel kan optreden bij hun. Maar nogmaals, het is altijd goed dat zulke clubs die wedstrijden achter elkaar spelen. Ze zijn het al gewend. Dus zonder meer voor Robin Hood een beetje nadelig. We hebben geen competitie momenteel. Hoe vangt u dat op om toch nog die motion erin te houden? In onze planning naar de 2 wedstrijden toe hebben we toch wel gemeend om 2 oefenwedstrijden te spelen. Gisteren hadden we reeds eentje tegen Transvaal. Dus dat is heel erg belangrijk, want je hebt die wedstrijd ook nodig om vanuit de wedstrijdanalyse verder je te gaan voorbereiden op die grote wedstrijd zelfs hier in Suriname, dat is 30 november.
Wat gebeurt er nog in de voorbereiding tussen nu en 30 november? We hebben de oefenwedstrijd gepland voor, als het goed zit, aanstaande woensdag tegen Inter Mangotapu. En dan moeten we kijken hoe ver we staan om 30 te treden. En het is dus gewoon wel een oefenwedstrijd waarbij wel zoveel als mogelijk druk gezet wordt op Robin Hood. Om dus toch alles eruit te halen, neem ik aan. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ik zei het al, weer vanuit de wedstrijdanalyse, om te kijken wat de tekortkomingen zijn, maar ook wat we goed doen. Het gaat meer bij Robin Hood om het spel dat Robin Hood zelfs levert. Het vertrouwen die de spelers moeten hebben in de speelwijze, daarom gaat het. En als we daarin goed zijn, dan komt de rest vanzelf. Dus sowieso kijken wat Robin nog zelfs moet doen met haar eigen spel. En tegelijkertijd kijken we dan ook verder wat de tegenstander betreft van 30 november. Waarin wij kunnen inspelen. Tere Forsberg, hoe belangrijk zal het zijn dat het publiek als 12e man massaal komt naar het stadion 30? Want het is een voordeel dat we één wedstrijd thuis spelen. Maar dan moeten we ook wel alles uit het voordeel halen. Het is belangrijk als 12e man, omdat we ze hard nodig hebben. We moeten veel scoren. Weer de tweede wedstrijd met een gerust hart tegemoet gaan. Heb je heel veel doelpunten nodig thuis. Dus die 12e man moet er zijn om de jongens toch wel aan te vuren om doelpunten te maken. Want als voetballer, u bent zelfs ook oud voetballer, oud international. Nassau, het publiek kan boosten van voetballer, van ploeg? Het publiek is belangrijk, verschrikkelijk. Als ze in het stadion komen en de jongens aanvuren, kan je heel veel doen. En dat hebben we 30 nodig. Een volle bak moeten we hebben dus? 100%. Tino Geudeke, dat zal ook uw perspectief belangrijk zijn, volle bak. Ik moet nu al zeggen dat de kaarten hard gaan. Ik denk dat de supporters, het Surinaamse publiek, heel erg gebrand is om de jongens van Robin Hood aan te vuren. Dat merken we nu al, die hype voelen we reeds aankomen. En het is enorm belangrijk, ja. We hebben het laatst gezien bij de laatste wedstrijd tegen Mokka. Hoe het publiek gereageerd heeft. En ik denk dat ze naar meer vragen. We willen ze ook meer geven. Maar ze zullen aanwezig moeten zijn om de jongens aan te vuren. Hoe blikt u trouwens terug op die confrontatie die confrontatie met Mokka? Zeer tevreden. En het is al begonnen toen we uitspeelden. Ja. Op de Dominicaanse Republiek. Daar verloren we met 0-1. En ik vond dat Robin Hood veel minder gepresteerd had tijdens die wedstrijd. Maar over het resultaat was ik niet ontevreden, omdat ik toch wel de mogelijkheden van het team kende. En je weet, als je thuis speelt, heb je een heel andere manier van spelen. Je hebt meer geloof, je hebt meer vertrouwen in wat je doet. En dat hebben de jongens ook laten zien tijdens die wedstrijd. En jammer genoeg dat het pas in de laatste fase van die wedstrijd gelukt is om 1-0 te maken. Maar het is wel op tijd gekomen. Dat is belangrijk. En zodoende gingen we naar het nemen van strafschoppen. En je zag dat we ook daar geluk hadden en veel beter waren. En uiteindelijk plaatste Robin Hood zich voor de finale. Is een dergelijk enerverend verloop ook wel goed voor een ploeg, in de Forsweek? Het is wel goed. Voor de mensen met een zwak hart en zenuw aan, hè, boom. Voor de mensen met een zwak hart niet, maar kijk, het moment, als de spelers hadden er vertrouwen in, en we spelen tot de laatste fluitsignaal van de arbiter, en dat is toch gebeurd. Ja. Die penalty-serie, dan verloopt ook dat zo enerverend, want het zijn, zoals men het zegt, juist enkele trekkers of publiekslievelingen of de mannen die misschien ook door supporters worden, maar ik kies wel Lotab Desko Roefcha, juist de man dat juist neer leidt in pin, maakt dat niet alleen maar spannender en enerverender? Dat maakt het juist spannender, omdat penalty eigenlijk je moet heel veel geluk hebben. Ja. Het gaat niet om de beste, maar die veel geluk heeft, die komt als winnaar uit de punt. En was de toevallig was Robin de beste, de gelukkigste.
De keeper van ons heeft zijn beste zijde laten zien door twee van die strafschoppen te stoppen. En dat maakt dat er op de als we naar de competitie komen. Terug, jullie kunnen zeggen net dat de eerste wedstrijd hij toch niet helemaal tevreden is over het geleverde spel. Moeten we dan niet wel meenemen dat Robin het pleiding naar Timan en ze zich uiteindelijk met Timan staande hebben gehouden tegen de tegenstander die 1-0 voor stond en nog misschien op zoek ging naar een tweede en derde goal? Ik ben nooit tevreden over mijn spelers, om dat aan te geven. Ook niet over het spel. Ja. Redenen waarom ik dat zeg. Ik eis en ik verwacht ook meer van hun. Omdat de manier hoe er getraind wordt. De tijd wat er ingestopt wordt is heel veel. En vandaar dat ik zeg van ik was die dag niet tevreden. Maar ook vanwege het normaal spel. Je komt met 10 man te staan. En dat hebben ze wel heel knap gedaan hoor, moet ik wel zeggen, tegen een profclub. Dat je hem toch met 10 man toch wel die 1-0 bleef vasthouden, of die 0-1 bleef vasthouden. En dat hebben ze fantastisch gedaan, ondanks ze een mindere dag hebben. En dat kan gebeuren, Ernie, in wedstrijden, dat spelers, enkele spelers, niet de vorm van de dag hebben, waardoor ze minder spelen. Dus, en juist bij die wedstrijd is dat voorgekomen. Maar je ziet dat ze het heel goed weer hebben opgepakt hier in Suriname. Door toch wel weer hun normaal spel te spelen en te presteren. En dan ging het mis in die eerste wedstrijd. Een rode kaart voor de goaltjesdief van Robin Hood, Cairo. Ja, u bent natuurlijk ook los van technisch de leiding bij de ploeg. Ik neem aan, bijna ook toe vaderfiguren. Is die jongen dan niet doodziek en voelt hij zich niet schuldig, want Amali bent hem in de steek in zo'n belangrijke fase nota bene? Ja, sowieso zag je dat het wel een beetje teleurstellend voor hem zelfs was. Maar dat is de sport eenmaal. Je gaat niet altijd in een euforie stemming kunnen zijn. Toch? Maar je kan ook niet altijd winnen. Ja, daarmee moet je rekening houden. En juist in dit geval is Cairo gepakt geworden in principe. Want als je terug naar de beelden kijkt, dan zie je niet dat het een rode kaart waard was. Ja. Op dat moment. Het was gewoon het simuleren van de tegenstander. Hij is gewoon uitgelokt geworden. Ja. En de tegenstander valt. Hij valt niet. Dus men kijkt toch wel naar degene die bleef staan. En hij kreeg de rode kaart in principe. Ja. Dus maar in ieder geval heeft hij was het heel erg sneu voor hem. Ondanks dat ben ik wel blij dat hij zich professioneel heeft opgesteld. Door te blijven trainen na die rode kaart. En we mogen dan weer gebruik maken van hem bij deze wedstrijd. Is hij extra gierig, extra gebrand om hetgeen misging goed te maken? Ik denk dat hij toch wel de laatste wedstrijd die we hier gespeeld hebben tegen Mokka, was hij ook in het stadion en heeft ook meegemaakt. Dus die extra brand zit er wel erin. Dus ik denk dat hij daar toch wel extra zou moeten geven. Ja. Robin Hood is helemaal ready. Heeft u trouwens ook dat moment geëvalueerd met de ploeg? Want ja, het zijn jonge spelers. Je wordt makkelijk in de val gelokt, zoals Cairo bijvoorbeeld. De man Rokotapamang, om het zo te zeggen, en Aluk de man. Worden die specifieke momenten ook besproken met de ploeg? Van hey, kijk, dit zit er ook in en kan ook gebeuren. Want nou, een jong ploeg. Sowieso, ik moet u dit van zeggen. Er wordt heel veel vergaderd. Mm-hmm. Voor de training, na de training. Niet op trainingsdagen, wordt er heel veel gesproken met de spelers. En dit was een goed voorbeeld voor ons, om ook met de andere spelers hierover te hebben. Ze hebben ook de beelden gezien. En ik denk dat ze hieruit geleerd hebben, ja, hoe het in principe niet moet. Ja, ze hebben geleerd eruit. Alleen dat zij ook op zulke momenten anders reageren. Je moet weten, Cairo is een topspeler, topscorer van Robin Hood. De tegenstander gaat het altijd mikken op de sterspelers. Mm. Om die uit te schakelen. En jij moet ze voor zijn. Jij moet slim zijn om niet erin te trappen. Mm. En dat weten ze momenteel ook. Dus ik denk wel dat ze hieruit geleerd hebben.
Die doelpuntenmaker van ons, Franklin. Franklin de Manito? Ja, Franklin. Was dat in uw planning? Zodat hij dus gewisseld zou worden toen. En ja, hij heeft gewoon als invaller een goede job gedaan. Klopt. We zijn op dat moment, toen we een invalbeurt hadden, zijn we met meer mannen voor die bal gaan spelen. Omdat we toch wel een doelpunt nodig hadden. Ja, ja. En zo uitgerekend Franklin, die kwam invallen en een heel goede actie maakte. Mm. En toen het doelpunt scoorde. Dus achteraf gebleken was de invalbeurt op de juiste plek, de juiste tijd en moment. Dat Franklin moest invallen om het doelpunt te maken. Ja. Mooi verhaal van zo'n jongen die komt van, zeg maar, vanuit het westen. En dan op zo'n moment, zo'n belangrijk moment, met zo'n belangrijk moment mag helpen. Ja, toch wel. Ik dacht meteen aan Nikeri. Ja. Omdat hij van Santos is overgenomen. En dat is allemaal leuk ook voor zo'n district. Hoe het draait of keert, Franklin vertegenwoordigt Nikeri, vind ik. Mm. Hij speelt voor Robin Hood, maar hij vertegenwoordigt Nikeri. Hij is vanuit Nikeri naar Paramaribo gekomen. En dat vond ik allemaal leuk voor hem. Mm. Hoe heeft u het publiek zelfs in detail ervaren, trainer Forsweek? Want Utapena is het stadion, het is Maimekabari. Na het doelpunt gaat men helemaal uit zijn dak. Een soort emotie om in assistentcoach als Don Peter Pabangi. Na jaren heb ik dit weer meegemaakt in het stadion. Dat dat de ploeg dus uit Suriname thuis speelde. Dat stadion toch zo wel supervol was. Dat die mensen toch wel laten horen dat ze aanwezig zijn. En dit hebben we nodig. Dit hebben we ook nodig aanstaande 30. Om die jongens even weer aan te vuren. Om alles te geven. Hoe laat begint die wedstrijd 30? Die wedstrijd start om 7 uur, Surinaamse tijd. 7 uur. En het is op een? 30 is op een? 30 is op een donderdag. Donderdag 30. Dus deze datum mogen de luisteraars niet vergeten. Begin Potteini agenda 30 november. Om 7 uur 's avonds. Noantra Sando mag koor tussen. En dan bent u in het SZ Stadion. Zoals tegen Mokka het geval was. Nu tegen Cavaliers Robin Hood te stuwen. Naar in elk geval. Alvast voorbij deze eerste horde. Want deze finale is niet één wedstrijd. Maar het zijn twee wedstrijden. Dus zaak dat we het thuisvoordeel super uitbuiten. Om vervolgens in die tweede wedstrijd het zaakje af te maken. Laten we even gaan naar een korte break. Mee. We moeten de twee sponsors even laten horen. We hebben intussen al iets minder dan een half uur gesproken, want we gaan naar Europe zo technisch. Maar we zijn zo meteen in de tweede half uur terug met nog meer in Orubalmantori. We hebben het vandaag niet over Orubalmantori specifiek, maar we hebben gemeend om dit programma dus dusdanig in te richten, dat we vandaag dus aandacht besteden aan Robin Hood en u prikkelen en oproepen om dus 30 november te zijn in het SZ Stadion om Robin Hood, in elk geval als 12e man, mede te stuwen naar die grote finale. Tot zo. Je chassanya. Als zo gaan samen in telie, gipikinenge, suribet naiseli. Orubalmantori, dat op Radio SRS Suriname. Wij voeren nu terug naar de gloriejaren van ons voetbal. Ai boy, attend dat bij Suti Falk. Tentegi, bal bij Wasi Apistendati. Orubalmantori. Was donkie de Orubalmantori naar de Sanlan Legend. Mannen als Wesley Bundel, Arnold Miller, Edwin Wienerschaal, maar ook de Bennieke Jansi, Clyde McDonald, Roland Frando, Ludwig Simpson en een heleboel meer van de voetballegends zijn ook ons donkie de Orutori Kombaka. Nostalgie van zo heb je me niet. Orubalmantori. Elke zondagmiddag om 3 uur live op 96.3 FM of www.radiosrs.sr. Orubalmantori, zonder bakana, ja, tap SRS. Het is zondagmiddag en vandaag praten wij live in de studio met Roberto Geudeken en Johan Forsweek. De twee mannen die de leiding hebben wat betreft het technisch voetbalgedeelte bij Robin Hood. En voorbereidende zijn op die finale 30 november, de eerste wedstrijd tegen de ploeg van Cavaliers. We hebben ook wel
Ja, want dat toernooi die zie. Is je tak de my grade up, hè? Bent u ook die mening toegedaan? Er zijn beelden beschikbaar. Na de wedstrijd, de highlights, de doelpunten en zo on en zo on. Het is een positieve ontwikkeling, ja, Roberto. Een heel erg positieve ontwikkeling. Die vibe is er. Ik zie dat er ook nu voorbereidingen worden getroffen om ook supportertruitjes aan te bieden aan de supporters. Ja. Dus dat is een heel goed ding. Je ziet dat het leeft. En dat is belangrijk voor zo'n team. Dat het leeft. En het is nu afwachten op 30. Hoe zit het bij Robin Hood? Heeft Robin Hood een supportersvereniging of een beweging waarbij dus ook de jeugdtakken en de jeugdafdelingen van Robin Hood bij dit soort momenten betrokken worden, opgetrommeld worden en zo ook een bijdrage leveren? Ja, sowieso. Sinds de wedstrijden hier in Suriname gespeeld worden, is het bestuur ook drukdoende bezig om ook de jeugd bij te betrekken. En dat is allemaal goed. We hebben de heer Tony Pengel nu ook bij het team om ook daar leiding te geven aan de jeugd. En hij heeft ook zijn heel grote bijdrage daar. Maar ook met de ontwikkelingen van het A-team zie je dat de jeugd heel erg betrokken is. En ook van hun kant, we hebben het gezien bij de laatste wedstrijd. Het aanvuren van de jeugdspelers, dat was gewoon fantastisch. Ik denk dat het weer zo zal zijn bij deze wedstrijd tegen Cavaliers. Want die kijken natuurlijk op naar de jongens die nu daar spelen. Een Adipi, een meestal positief bij Pleine, Kandibe van Pleineki, Kande Ludwig Simpson of Johan, ja, Forsweek. Of man bevindt dat, no, Mina, Erik Gottlieb, no, Mina Benny. Merk je dat misschien ook wel bij de jonkies die opkijken naar de mannen die nu in de senioren top zitten en hun ding doen nu? Ja, tuurlijk. Als je op de training komt bij Robin, dan zie je de jongens daarover praten. Je hoort ze ook daarover praten. Van ik ben Cairo. Ik ben een Renske ADP. Ja. Nou, dus het leeft ook bij de jongens. Veel goede ontwikkeling. Eén man die opvalt, en ja, we hebben een halve afspraak, kan de komende week door de setting, kan doen betrekken maat ook toe. Wamansa, onvermoeibaar in Rocco naar Robin Hood. Yellow. Heeft u bij hem kunnen merken emotie en blijdschap? Want hij is meneer Robin Hood helemaal in hart en nieren. Wat doet zo'n een beweging met zo iemand? Ik vond hem een keer mee van dichtbij. Yellow, ik moet dit zo zeggen, Yellow weet, is alles op de hoogte. Ja. Ja, en hij weet alles wat er binnen Robin Hood speelt. Mm. Maar niet alleen binnen Robin Hood, maar ook buiten wat de sport betreft. Ja, en je ziet dat normaal zijn Libi. Mm. Hij liep van voetbal. Ja. Toch? En dat is allemaal mooi om ook zo iemand mee te maken. Reeds lang in de voetballerij. En je kan zeggen, Yellow, een vaderfiguur voor die spelers. Want uiteindelijk, normaal, dat heb ik de spelers weer mooi. Ja. Met de spelers die netjes. Op en top. Toch? Dus heel erg belangrijk persoon binnen het geheel. En ook Yellow heeft zijn bijdrage binnen Robin Hood. Ja. In de vorige week een aparte figuur, Yellow. Ik heb Yellow sinds ik speler was, ja. Was hij al bij Robin Hood tot nu toe. Dus hij heeft een aparte plaats binnen Robin Hood, binnen, ja, de organisatie. En het Pyroco. Meneer Robin Hood. Nou, ook het is natuurlijk ook wel leuk en fijn om dit allemaal mee te maken. Voetbal heeft zoveel invalshoeken. Er zijn zoveel schakels bij. Die allemaal die ketting natuurlijk helpen vormen. Je verstevigt haar, Kitty. En u bent als publiek, als luisteraar ook onderdeel van die ketting. Want u gaat dus voor moeten zorgen. Minister Pfouwadou. Jullie hebben nog wat tijd daar thuis om te plannen. Wat het gaat worden allemaal voor 30 november. Pfouwadou naar stadion. Even naar Fosmogo in Wawagi. Even naar Baisigri Wotiki. Even naar een bus wil schakelen, maar het zal erg belangrijk zijn om dus te zijn in het SZ-stadion op 30 november. De mensen die niet in Suriname zijn, trouwens, mijn app media, maar het heeft me niet gezegd, de moment die zie, daarmee viering, Roberto, en Roberto, Brian Isaias,
Een man zijn Barunu. Want hij is aan de andere kant, dus hij maakt via SRS kan ook abi volgen a play. Maar dan zie je dat ook de voetballiefhebbers, die helaas niet hier zijn, wel zouden wensen dat ze zo'n moment, zo'n finale zouden kunnen meemaken. Helaas zal dat niet lijfelijk kunnen, maar zullen we er wel voor zorgen dat we via de moderne techniek ook de mensen daar die dus gaan mee, die maakt ook de Olibi mee van afstand. En er zo dus voor zullen zorgen dat Robin Hood Cavaliers pakt, want dat is de mission gewoon in die thuiswedstrijd Cavaliers pakken in een goede kunnen. Ja, sowieso, maar nogmaals, zonder het publiek wil ik bijna zeggen dat het haast onmogelijk is. Dus het publiek moet ons echt komen aanvuren. Ik zei het daar, die vibe is er al. Dus ik denk dat men wacht op 30 november om aanwezig te zijn. Als u kijkt naar uw ploeg, heeft u een fitte ploeg beschikbaar? Momenteel heb je toch wel enkele spelers die met lichte blessures te kampen hebben. Maar dat is te verwaarlozen. In ieder geval moeten we wel aandacht daarvoor hebben. De medische staf heeft aandacht daarvoor. En we proberen ze toch wel fit klaar te hebben. Behalve dat ze fit moeten zijn, gaan ze ook fris moeten zijn. Omdat dat ook heel erg belangrijk is. Fris denken. Ja, zodat ze geestelijk ook goed kunnen presteren. Dat is heel erg belangrijk. En het bestuur doet er momenteel alles eraan om dit team zover te krijgen dat we op 30 november toch wel goed kunnen presteren. Het is een belangrijk moment voor ons. Het is een belangrijk moment voor iedereen, denk ik. En we moeten ons gewoon goed voorbereiden. En doen wat we allemaal gewend zijn te doen. En dan denk ik wel dat het goed komt. Is het een health carway om achter de schermen zeg maar een ieder gefocust te houden? Heeft Robin Hood intussen misschien iemand die de mannen ook mentaal oppept, op de mannen inpraat van hey guys, go hora focus? Ja, we hebben sowieso iemand die ons helpt wat het mentale betreft om toch wel sessies te hebben met die groep. Toch? En dat stemt toch ook heel goed, ja. Als oud-voetballer Johan Forswijk, dan heb je daar een, ik dacht, 19-jarige keeper in het doel bij Robin Hood. En die maakt een hele sterke beurt in het toernooi tot nog toe en tegen Mokka al helemaal. Heel veel muziek zit erin bij deze jonge voetballer. Deze jongen heeft alles om een grote keeper te worden. Hij werkt ook ernaar. Als je op de training komt, werkt hij verschrikkelijk hard. Het is een jongen die luistert. Het is een heel rustige jongen. Dus ik denk dat hij, als hij zo doorgaat, dat hij toch wel een grote speler wordt. Is hij gewoon een talent of heeft hij hem kunnen meemaken in zijn ontwikkeling dat hij Abo is allemaal greedy, allemaal leergierig? Of heeft hij gewoon ook het ruw talent? Ik heb hem mogen volgen. Ik was nog niet bij Robin Hood. En hij keepte toen al voor de U20 selectie, denk ik. En daar zag je dat hij nog niet echt ontwikkeld was. Maar deze jongen heeft vreselijk grote stappen vooruit gemaakt in zijn ontwikkeling. Dat hij nu daar staat. En ik denk, bijna wil ik niet meer praten over het talent, maar hij is nu een topkeeper van Suriname, die toch wel nu de mogelijkheid moet krijgen om te vertrekken naar het buitenland in principe, om beter te worden, om zich verder te ontwikkelen. Die potentie heeft vonkel, en alleen moet hij, denk ik, dat hij veel hoger moet gaan keepen. Is er na de wedstrijd, dat is dus eigenlijk een overbodige vraag, maar welke reacties heeft u vanuit de spelersgroep gekregen na die ontlading, Mokka alvast verslaan, enerverend, penalties, etc. Merkt u de opluchting en eigenlijk het groeien van het zelfvertrouwen bij de jongens van Eno? We kunnen het. Dat is wel een mooie vraag, hè? Omdat diezelfde reflectie direct meteen heeft plaatsgevonden van die spelers. En als ze praten over één ding, is het allemaal mooi. En hebben ze het meer, wanneer ze zo praten, hebben ze het meer over het vertrouwen dat ze hebben in de speelwijze.
Ja, het geloof dat ze hebben in elkaar. Toch? Dat maakt het allemaal mooier. Toch? Een andere spraken erover. Trina sapsa trine edu. Trina tjade wisses kop tijd. Toch? Dus als technische staf doet het je wel goed. Toch? Als spelers daarover praten. Als spelers het geloof daarin hebben. Het vertrouwen daarin hebben. Aan de andere kant is het ook een bepaalde ondersteuning naar hun toe. Als ze kunnen rekenen op hun technische staf. Ja? Maar uiteindelijk zijn het toch wel de spelers die het werk doen op het veld. Toch uiteindelijk zijn het de spelers die voor de overwinningen zorgen. Ja? Hun zijn in feite de mensen die echt voor dit alles zorgen. En dat weten ze ook. Stemt u ook goed dat in de wedstrijd tegen Mokka, die tweede wedstrijd, Robin Hood best wel wat goede doelrijpe kansen gecreëerd heeft, bijna. Ik had dat contant bal bij de ertussen. En dan had je natuurlijk weer dat supporters zeggen van, boy, wat op dat moment, dit je mis Cairo, jongen, mis wat dan, dit je, dat best, snap dat. Heb je haar voet sowieso die bal. Heeft u ook dat soort geluiden gehoord, reacties gehoord? Ja, sowieso, die geluiden hebben wij ook gehoord. Zullen er ook altijd zijn, if dat bij de. Toch, in ieder geval hebben we een aantal mogelijkheden gehad om heel vroeg te scoren. Als we heel vroeg gescoord hadden, zouden we ook niet weten hoe het verloop zou zijn. Toch, maar in ieder geval, belangrijk is, we hebben in de laatste minuten kunnen scoren. Die wedstrijd kunnen winnen met 1-0 en toen naar die strafschoppenserie gegaan zijn. Het meedoen van Robin Hood in dit toernooi en als amateurploeg tussen de profs. Wat doet dat voor Robin Hood als ploeg, als organisatie? Wat betreft het een graadmeter hebben en kijken in de keuken, zeg maar, van de ploegen die al op dat niveau opteren, profniveau? Kijk, heel veel, Ernie. Ik moet zelfs verder teruggaan. We zijn die competitie. Ik wil helemaal teruggaan naar het competitiejaar dat we hebben afgewerkt. En we kunnen ons nog heugen. De eerste wedstrijd speelden we tegen PVV. En we verloren meteen de eerste wedstrijd. Daarna speelden we tegen Voorwaarts. En toen speelden we gelijk tegen Voorwaarts. Ja, op een gegeven moment stonden we op de 9e plaats. En iedereen dacht van, Robin Hood haalt het dit jaar niet. Toch? In de tweede ronde verloren we weer van Voorwaarts. Speelden gelijk tegen PVV. En dat waren de enige wedstrijden waarbij wij punten hebben verloren. Ja. Toch? Uiteindelijk eindig je in die competitie echt overtuigend met 15 punten verschil met de tweede plaats. En daar begint in principe die film. Toch? We gaan naar het toernooi, Club Shield toernooi. Je start aan iets waar je niet weet waar je eindigt in principe. En ook daar zie je, daar in principe hebben we gezien dat het team zich verder is gaan ontwikkelen. En ik geloof u mij, je leert uit je fouten om beter te worden. En dit team heeft dat heel snel gedaan. Heel snel. In het toernooi, Club Shield, zag je het vertrouwen werd groter en groter en groter en groter. En uiteindelijk, wat je meer vertrouwen geeft is dat je het toernooi Club Shield al winnend afsluit. Kampioen wordt. Toch? Met 5 winstpartijen. En dan stap je in Caribbean Cup. Waar je weet van dat je nu echte profteams tegenkomt. En als je de wedstrijden ook van de profteams in winst kan omzetten, dan is het allemaal leuk. We hebben ook gekeken naar het niveau. En je ziet dat het niveau niet heel veel verschilt van de amateurclub en de profclubs. Je kan het zien aan de uitslagen. Maar ook, je kan het ook zien aan de wedstrijden. Toch? Robin Hood is vrij dominant geweest tijdens deze wedstrijden. En een belangrijk ding dat opgevallen is, het conditionele toestand. Het conditionele gedeelte. Toch? Dat je ziet dat Robin Hood toch wel
veel en veel en veel verder is dan de tegenstander. Ja? Er zijn wedstrijden geweest waarbij Robin Hood op de helft van de tegenstander, op de helft van de profs gespeeld heeft. Ja? Overduidelijk, dominant. Toch? Dus dat geeft toch wel aan het niveau dat Robin Hood nu bezit om wedstrijden, om mee te doen aan zulke competities. Dus sowieso, als u me vraagt als Robin Hood geleerd heeft, zeg ik heel veel. Heel veel. En dat heeft onze spelers ook beter gemaakt. Ja. Moeten we zeggen dat Robin Hood in principe op papier een amateurploeg is, maar dat in de uitvoering en de aanpak gestreefd wordt naar zo professioneel mogelijk, naar het beste kunnen mogelijk. Klopt. Op papier amateurclub, maar je ziet dat wij veel verder zijn dan een amateurclub. Hmm. Toch? Maar uiteraard, we gaan moeten werken, verder moeten werken. Ik denk dat iedereen moet gaan meegroeien met deze ontwikkelingen. Hmm. Toch? Het is niet een normale ontwikkeling. Het is een bijzondere ontwikkeling dat binnen Robin Hood plaatsvindt. En vandaar dat ik zeg van, het team levert prestaties. Dus die hele organisatie zal moeten meegroeien. Met de prestaties, met de resultaten. Toch? Om uiteindelijk die officiële profstatus te hebben. Daarom ben ik ook blij dat we in januari, februari die profleague zullen hebben hier. En wij zijn voorgegaan in het gevecht. Robin Hood dus. Dus wij hopen ook dat andere clubs meegaan, zodat we ook die bijdrage kunnen leveren aan het voetbal in Suriname. Daarom doen wij het ook. Daarvoor doen wij het ook. Wij van Robin Hood. Toch? Het moet niet alleen zijn dat Robin Hood daar acteert. Inter Moetap is ook daar, maar Transvaal moet er ook bij komen. Leo Victor moet er ook bij komen. Dus ook de andere verenigingen in Suriname moeten ook daar komen om ook in de keuken daar te kijken. Dus vandaar de prof, waarschijnlijk komt profcompetitie en daar mogen de twee clubs dan meedoen aan zo'n toernooi. Dus dan hebben we dan weer meteen twee teams in zo'n toernooi en dan kunnen we dan verder kijken hoe we dat verder aanpakken. Ja. Wat is de gemiddelde leeftijd ongeveer van de huidige ploeg van Robin Hood? De ploeg van ons momenteel 23, 24. Een vrij jonge ploeg. Vrij jonge ploeg, ja. En heeft u trainer Forsberg kunnen merken dat het feit dat haast al die jongens een degelijke vooropleiding, jeugdopleiding hebben doorlopen, dat de vruchten afwerpt nu? De meeste spelers die nu bij de senior ploeg speelt voor ons, zijn jongens die toch wel bij de U'tjes hebben gespeeld. Mm-hmm. Een paar hebben bij KD gespeeld, Renske bijvoorbeeld, die komt uit KDU. De andere spelers die zijn jongens uit de keuken van de jeugdselectie van Robin Hood. Dus op prille leeftijd is al gewerkt aan de vorming en die ontwikkeling van die jongens? Dat klopt. Dus het is makkelijk om aan te passen bij de senior. Om dit van te zeggen, Fonkel is vanaf de U9 bij de jeugd. Dan heb je al hier Rio Belfort. Mm-hmm. Dat zijn spelers die echt vanuit de jeugd, Roger Rosenbel, Rafik Prior, Marino Schet. Okay. Een Isaias Black. Isaias ook, ja. Toch? Zijn toch wel een aantal jongens die vanuit de jeugd komen, van Robin Hood. Hele interessante ontwikkeling en dat is ook wel een van, trouwens je gaf het aan, het is niet de bedoeling dat Robin Hood alleen zeg maar zich ontwikkelt, maar dat ook de overige ploegen natuurlijk aansluiten en erachteraan gaan, want als we uiteindelijk beginnen met die prof league en we hebben een aantal prof league ploegen, dan maakt dat het niveau natuurlijk in het strijden onderling alleen maar verhoogd kan worden. We moeten komende zondag een paar van die jongens in de studio halen. Misafa, trainer Johan Nangat, trainer Berto Odwing. Maar ik denk dat het handig zou zijn als we komende zondag voor Apwantouf de Manja Dinsrevi in haar studio om mede ook het publiek op te roepen om Robin Hood te komen aanvuren. Dus omkort een paar mensen dat die. Nee, sowieso. Ik denk dat de jongens ook dat willen. Mm-hmm. Toch? Ze willen ook met het publiek praten op zo'n manier. En ik denk dat dit wel een mooi moment voor hun zal zijn om ook hier achter de microfoon aan te zitten. Om ook hun verhaal of hun boodschap door te geven aan het publiek.
Hoe belangrijk is een sterke aanvoerder bij zo'n ploeg? En wat voor aanvoerder, als u Richter zou moeten beschrijven, omschrijven, wat voor type leider is die? Hij heeft zijn bijdrage, toch? Is wel een jongen die vrij rustig is, maar als het erop aankomt dat hij moet aansturen, dan staat hij er, dan is hij er. En dan wordt er ook geluisterd naar hem. En dat is heel erg belangrijk. Je gaat hem niet zien dat hij druk is of wat. Maar als hij er moet zijn op het juiste moment, dan is hij er wel. Dus ook Jamilio als aanvoerder heeft zijn bijdrage. Maar wat het mooie ervan is niet alleen buiten het veld, maar ook binnen het veld. En zie je dat hij het gevecht aangaat. En ook in ons speelwezen is Jamilio heel erg belangrijk voor onze speelwezen. Toch? En dat is allemaal mooi als je op zo iemand kan rekenen, als je zo iemand binnen je team hebt. Overigens, er zijn ook anderen die maar dat ook een vragen. Het is een vrij jonge ploeg, gemiddeld 23 jaar ongeveer. In sommige ploegen is het zo dat je op want to Oruman in een systeem zou. Zeg maar de Biggie Brada of de uitlaatklep. Hier heb je dus dat het een vrij jonge ploeg is, dus je hebt dat mannen sneller groeien naar volwassenheid, neem ik aan. Klopt. En dat is allemaal zo mooi. Je ziet Akim, die ook heel erg belangrijk is binnen die groep. Of de oudste speler van ons. Toch? Maar hij heeft ook zijn bijdrage op zijn eigen manier. Leidt hij die groep ook. Toch? En dat is allemaal mooi als je ziet als hij bezig is met die jongeren. En dat die jongeren ook luisteren. Niet altijd luisteren ze. En dat is normaal. Maar in ieder geval heeft hij ze wel ook onder controle. En dan heeft u ook in de ploeg één Braziliaan, die eigenlijk bijna geen Braziliaan meer is. Vaak volgens mij vindt dat Amané is zichtbaar in haar play. Maar het is in voetbal in het algemeen ook vaak zo dat je soms spelers hebt. Dat kan de identiteit de Matteo. Look hoe de statistieken de Lukutak, de kilometer samen met Mickey. Die tonen wat anders aan. Hoe is dat omgaan met een man die. Ja, ik neem aan dat hij nu wel. Amai Taksan toch aan mij verstaan. Maar is het altijd even makkelijk geweest om te adapten? Apada nou agressief man. Abrachona. Ja, hij straalt juist rust uit. Hij straalt heel, heel veel rust uit, maar. No-nonsense. Hij is heel agressief buiten het veld. Ook kan hij soms agressief zijn tijdens het spel. Maar inderdaad, een belangrijke speler voor Robin Hood. In principe is hij de speler die balans brengt in het team tijdens het spel. Toch, heel erg belangrijke speler, bepalend ook is voor Robin Hood. Ook alle rust brengt, hij straalt alle rust uit. Hij doet heel weinig, maar hij betekent wel heel veel voor Robin Hood. En we zijn heel erg blij met hem. Ja. Toch, hij en Kante zijn in principe de twee spelbepalers van Robin Hood, als het gaat zelfs om het spel, toch? Wanneer tillen we hem op naar boven, wanneer neutraliseren we hem, toch? Heel erg belangrijk, deze twee spelers. Volgt Kante een apart programma als het gaat om zijn conditie? Want dat vraagt men zich ook af, wat is te gaan man? Apontu reserve longen, in wat tas, ik grab, wat reserve man? Hij is een jongen die op de training zelf op tot 200% gaat. Dus in wedstrijd is het makkelijk om die 100% te geven. Hij is een jongen die verschrikkelijk hard werkt. Dus als je in wedstrijden ziet zo hard werken, komt het niet of zomaar. Is geen toevalligheid? Nee, hij is een jongen die verschrikkelijk hard werkt op de training. Ja. Als zo'n penalty gemist wordt in een serie, wat zeg je aan zo'n jongen na de wedstrijd? Kijk, vooral als je die penalty series in winst omzet. Dan maakt het even niet uit. Dan maakt het even niet uit. Wat er gebeurd is. En dan maak je nog een week grapper. Een grap ervan. Om te zeggen, je bent zo'n beetje speler. Het zou wel anders zijn als we die penalty series niet gewonnen hadden. Ja. Zou het wel anders zijn.
de organisatie, Robin Hood, de leiding, het bestuur. Meneer Abrahams, die is nu ook heel erg actief op de app, zie ik. Hij zin, walosani. Ook to gimme. Het is, een belevenis op zich ook met die hele organisatie. Iedereen is in de weer. Ik zei het al, het leeft. Het leeft en dat is toch wel het mooie ervan. Het moet leven, toch? En als het leeft, participeert iedereen. Van de voorzitter tot de meneer die water zet of masseert of wat dan ook. Het leeft en dat is allemaal mooi. Je voelt het ook aan binnen de vereniging dat er leven is. En alleen moeten we goed ermee weten om te gaan. En in principe moeten we dit blijven vasthouden. We moeten niet terugvallen. We moeten niet terugvallen, we moeten het vasthouden. Nou, de bedoeling is, mensen, dat wij u gaan prikkelen om op 30 november te zijn in het SZ-stadion. Het is Robin Hood tegen Cavaliers, de eerste van twee wedstrijden in een finale. En we hebben de horde te pakken. Cavaliers is niet onverslaanbaar, maar we moeten wel van onze kant alles op orde hebben. En u als 12e man het publiek, die hoort daar dus ook bij. We hebben vandaag gesproken met Johan Forswijk en Roberto Geuleken, die dus nu op hun eigen manier dit programma zullen afsluiten door de mensen thuis andermaal voor des matak ei alla fasi om die naast tako. Suriname, we staan voor een belangrijke wedstrijd, de eerste finale wedstrijd hier thuis in het stadion. We hebben de steun van jullie nodig. Komen jullie massaal in het stadion om de jongens aan te vuren. We hebben doelpunten nodig zodat we de tweede wedstrijd met heel veel vertrouwen tegemoet gaan. Dus we zien jullie 30 november in het SZ-stadion. Voor ons is het belangrijk dat we die ondersteuning weer krijgen vanuit het publiek. De spelers hebben het publiek heel hard nodig. Het is weer een heel andere vibe. Spelen met publiek en spelen zonder publiek. Spelen met publiek inspireert spelers, ja, om harder hun best te doen. En om te doen wat er van hun gevraagd wordt. En dat is winnen van de wedstrijd. Dus het gaat heel erg belangrijk zijn dat de 12e man achter de jongen staat. En ik heb alle hoop en overtuiging dat ze allemaal massaal naar het stadion komen op 30 november. Dus dat is heel erg belangrijk. Van deze plaats uit wil ik ook SRS bedanken voor dit moment. En ook dat SRS ook het voorbeeld momenteel is voor de andere stations, media. Dat ze ook na deze wedstrijd heel veel aandacht geven naar deze twee belangrijke wedstrijden. Om ook Robin Hood te helpen, Suriname te helpen om verder te gaan. Dankjewel. We gaan het hoogtepunt opbouwen naar 30 november toe. En met behulp van Roberto Geuleken en Johan Forswijk zullen we ook de komende aflevering van Orubal Mantori besteden, wijden aan dus deze Caribbean Cup finale. En dan gaan we de spelers zelf de studio inhalen. Voor Mick Demas, Revi, Takanga People, Rupa People op. Om dus op 30 november niets anders te plannen dan een bezoek aan het SZ-stadion om dan ook. En het is ook voor u als voetballiefhebber natuurlijk mooi, want anno alla day ik kan mixen een finale wedstrijd mee. Dus if je vindt dat je loopbal echt, put je money where your mouth is. En kom dan gewoon naar het stadion om ook dit hoogtepunt mee te maken. Over een aantal jaren moest man tak boy adesa Robin Hood win Cavaliers in SZ-stadion. Mi wees dat Shifa Cairo of DC of dat die lay abal. Laat dat het verhaal zijn. Dus maak er alvast werk van om er dus ook te zijn op 30 november. We zijn er nog lang niet klaar mee, ook door de week. Ik zal kijken of ik kan inplannen in een van de afleveringen van de Koffiepraat in de ochtend, om ook daar weer wat te gaan doen. En misschien gaan we in dat programma dan wel de lijnen opengooien, want we zijn toch gewoon bel ook toe, ja, takwasan ook toe. We gaan u de gelegenheid geven, maar komende zondag zullen wij u ook de gelegenheid geven om Tidden Boys Donja voor ook toe Belkong, Epkong, voor Gidema Apower, voor Gona Climax, voor Apleidis is al pleit op 30 november. En Radio SRS gaat niet live uitzenden. Kom begin tak dat die. Want if mitak tak wogo live mee, dat kan door de waarheid dat ik den ook kan naar stadion. Nee, maar wij gaan onze plicht doen. Want volgende kan zenden uit. Maar kan dit begin tak in oda? Nee, om naar stadion. En wij zenden uit voor de mensen met een visuele beperking. Dus Masada goed, Boussi kan de Udo Boussi, de verpleegster. Enzo on. Dus dat is gereserveerd voor die groep. Maar Yusa de Boom Boom, stadion.
de Poonsjono. En ja, dan gaan we deze aflevering van Oroba Mantori zo afsluiten. Blijft u afgestemd dus door de week op wat nog komt. En vooral komende zondag, wanneer we dus met de spelers zelf gaan praten. Over start een conversatie. En we gaan ook kassie voor ook toe, hoe app kon, hoe power dimboe te pafas dat die. Dat a vibe zat dikba, o libi moro. Dit was een nieuwe aflevering van Oroba Mantori. Vandaag een beetje anders. Niet Oroba Mantori's, maar ja, over een etterlijke jaren Den Boy streeft naar Oroba Man. Dus we zitten nu in een positie dat we nu in het heden ook even met hun kunnen praten. Want wat ze gepresteerd hebben tot nu toe is om u tegen te zeggen. Met natuurlijk dank aan Roberto Goedeken en Johan Forswijk voor de job die ze doen. Ook dank aan Yellow Merbari. Thank you ook toe voor uw inzet, uw input. En trouwens ook toe, Yellow kan ik aanvoegen toe komende zondag voor ook toe. Vanuit Wantra invalshoek ook toe Kardesma, roep Desma op. Want hij is geen onbekende, heeft ook zijn aanhang. En ook dat kan bijdragen aan die hele sfeer. Want ik van Roberto Goedeken-Taki, het is een organisatie. En een ieder heeft in die organisatie een rol te vervullen. We zijn er weer komende zondag met een nieuwe Oroba Mantori. Goedemiddag.